Ik heb zelf in het begin heb ik ook heel vaak gedaan wat me gevraagd werd, terwijl ik het eigenlijk niet mee eens was. Dat ik taken had waar ik niet blij van werd. En naarmate ik ouder werd, ja, ouder, wijzer en ouder en gekker zeggen ze wel eens, maar ben ik gaan ontdekken dat als ik gewoon duidelijk aangaf van dit wil ik wel en dit wil ik niet, dat ik mijn eigen werk veel leuker kan maken. En daar werd ik gelukkiger van en uiteindelijk mijn baas ook. Als ik in company ga, dan ga ik gewoon vragen stellen aan de secretaresse van wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. Vragen stellen aan de manager, wat vind jij er nou van? Kan je goed met de secretaresse overweg? Gaat de communicatie goed? Waar zijn de verbeterpunten? En dan ga ik kijken wat er nodig is, of er coaching nodig is, of een training in het algemeen. Als je veel met secretaresses werkt, dan kom je dat vanzelf te weten. En omdat ik zelf secretaresse ben geweest, ja, daar weet ik er natuurlijk al een hoop van. Nou, dat ze daar behoorlijk wat mee opgeschoten zijn, dat ze zich beter voelen, krachtiger, meer in staat om aan te geven wat ze wel en niet willen. En daardoor een prettiger persoon zijn om mee samen te werken. Dat ik toch ook wel, naast het inzicht wat ik heb omdat ik zelf secretaresse ben geweest, methodes heb om heel snel verandering te creëren bij mensen. Het resultaat. Als ik mensen blij de deur uit zie gaan, als ik mensen krachtiger zie worden, als ik zie dat ze veel meer van hun leven maken. Het zou kunnen zijn dat iemand zelf niet doorheeft dat hij in een soort van negatieve spiraal zit. En dat hij eigenlijk zijn manager tot wanhoop drijft. En als er dan een klein setje in de rug gegeven wordt dat daar wel verandering in komt, ja, dan is dat voor alle partijen natuurlijk prettig. Een ideale klant. Iemand die bereid is om naar zichzelf te kijken en daar het beste van te maken.